heb hier bijvoorbeeld een papieren servetje. Als ik dat zo voor je op en neer beweeg, dan kun je het goed zien. Hè? Ja. Ja. Nou maak ik het iets moeilijker. Ik maak hem een stuk kleiner, zodat het een heel klein propje wordt. Zo klein dat de mensen daar achteraan het al nauwelijks meer kunnen zien. Maar jij kan het nog heel goed zien. Hè? Ja. Dan leg ik dat propje zo dadelijk zo in mijn linkerhand. Die maak ik dicht. En daarna vraag ik aan jou om te blazen. En op het moment dat je blaast, gebeurt er dan iets bijzonders. Ik zal je dat laten zien. Blaas eens tegen mijn vuist. Nou, wat gebeurt er dan? Dan wordt dat propje kleiner en kleiner. En het verdwijnt spoorloos. Gek, hè? Ja. Ja, dat is heel raar. Maar ik zal het je nog een keer laten zien. Let op. Maak er even iets groter. In plaats van één servetje nemen we even twee servetjes. Dan is het iets duidelijker te volgen. We maken er een prop van. Die is nou ook een stuk groter. En die prop, ik zal het langzaam doen, stop ik in mijn hand. Jij gaat proberen mij te betrappen. Ik maak hem dicht. En als je nou denkt dat ik die prop niet in mijn hand stop, maar dat ik hem bijvoorbeeld in mijn mouw stop, hè, hier of daar, moet je het gelijk zeggen. Maar ik zal het langzaam en eerlijk doen. Goed, dan gaat hij langzaam, doe hem in mijn hand, wrijf eroverheen. Blaas nou eens tegen die vuist. Kijk eens. Spoorloos verdwenen. Snap je het?